Gebeurd. Leo, dat is daar, dat, ja, daar precies. Heren, mijn condolences. Ik begrijp dat jullie een droevig sterfgeval te verwerken hebben. Dank je, Edward. Hebben jullie iets gevonden? Dat komt helemaal goed, jongens. Ik heb haar gevonden. Oh, mooi. Willen jullie dat ik contact met haar opneem? Oh, eerst maar even dit. Zou je ons misschien eventjes willen helpen? We zouden haar doorgaan in deze kist willen leggen, maar we weten niet zo goed hoe we dat voor elkaar moeten krijgen. Het is voor ons heel lastig om haar omhoog te moeten tillen. Zou je ons misschien even kunnen helpen? Ja, als ik jullie daarmee van dienst kan zijn. We zijn je heel erg dankbaar, Edward. Kom. Pas op je hoofd. Oh, dat is zo gek. Altijd zo goed thuis. Ach, nee. Wat een beeldschoon meisje. Ja. Gruwelijk. Zo jong. Ja, 18 is ze. Zou je kunnen kijken of je... er op kan tillen? We tillen. Maar natuurlijk. Aan de kant, jongens, laat Edward erdoor. Aan de kant. Ja. Ga maar even helpen. Voorzichtig. Even helpen. Voorzichtig, hè. Voorzichtig. Voorzichtig. Sneeuwwitje. 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 Je leeft, je bent er weer. Ze heeft iets uitgehoest. Het is een stukje appel. Moeten we niet een ambulance bellen? Ja. Die vreselijke stiefmoeder van je. Die is weer langs geweest. Ze heeft je deze keer vergiftigd met een appel. We dachten dat je dood was. Dat we je voor altijd kwijt waren. Je bent de hele dag bewusteloos geweest. O, lieve Sneeuwwitje. We zijn zo opgelucht. En wie ben jij?